Hoi, wat fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Thuismuseum. Mijn naam is Jennifer Mutslag. Ik ben Jip en we zijn hier vandaag in het Rijksmuseum voor een hele bijzondere tentoonstelling, namelijk Slavernij. We doen het vandaag iets anders dan jullie van ons gewend zijn. We zijn namelijk met z'n tweeën en dat komt omdat dat heel goed past bij deze tentoonstelling, waar het allemaal draait om je eigen perspectief. Ja. Deze tentoonstelling vertelt eigenlijk 10 persoonlijke verhalen, 10 personages. En dat zijn mensen die op verschillende manieren te maken hadden met de slavernij. Ga van iemand die ervan profiteerde tot iemand die zich er tegen verzette. Wij gaan een paar van deze personages vandaag voor jullie belichten. Het Rijksmuseum is een van de culturele partners van Bankgiro Loterij. Dat betekent dat zij elk jaar geld krijgen om dit soort belangrijke en prachtige tentoonstellingen te realiseren. Een van de personages uit de tentoonstelling aan wie ik jullie wil voorstellen draagt de naam Masapa of Sapali. Sapali, haar verhaal is een verhaal van overleven, maar vooruitdenken ook. En het voeden van jezelf, maar ook vooral anderen. Overleving. Zij smokkelde namelijk rauwe rijstkorrels mee in haar haar, wat ervoor heeft gezorgd dat mensen die tot slaaf waren gemaakt, maar zijn gevlucht, konden overleven in de binnenlanden van Suriname. En hier in de vitrine zie je een voorbeeld van een kam waarmee de scheidingen werden getrokken. In die scheiding werden die rijstkorrels gezet en dan werd het gevlochten en werd dat meegenomen. Het bijzondere, wat ik echt ontzettend bijzonder eraan vind, is dat de rijst hier in de vitrine, die halm, echt genetisch afstamt van rijst die alleen te vinden is in West-Afrika en Suriname. Linksboven zie je de kam, een voorbeeld van zo'n kam. Dit zijn allemaal verschillende lepels die uit de kalebas werden gemaakt door de Okassini-vrouwen. En dit, het is rijst wat echt genetisch afstamt van de rijstkorrels die Sapali heeft meegenomen in haar jaren geleden. Dan komen we aan bij de volgende karakter en dat is Paulus. En Paulus die was een jongen tot slaafgemaakte die officieel vrij was, maar wel naar Nederland werd gehaald door de familie waarvoor hij diende. En hoewel slavernij in Nederland ook verboden was in die tijd, werd er wel van alles aan gedaan om de ongelijkheid tussen de familie en Paulus weer te geven en andere mensen zoals hij. En een manier hoe dat werd gedaan is door middel van een halsband. Je ziet hier deze halsband waarvan het Rijksmuseum dacht dat het gedragen werd door een hond, zo stond het ook in de inventaris, maar het blijkt nu dat dit misschien wel door Paulus is gedragen. En je ziet hier het familiewapen op de halsband en ja, ik vind het... Ik krijg hier echt kippenvel van. Het is hoe mensonterend. En dan ook nog het idee dat het voor een hond bedoeld was, maar dan het besef dat dat dus voor een mens is geweest. Ja, ik vind dat heel heftig om dat te beseffen. Een ander heel verbijsterend verhaal vond ik is het verhaal bij dit schilderij. Dit is een schilderij van een poppenhuis. Dat was een, ja, je zou kunnen zeggen, een hele dure hobby van welgestelde dames in die tijd. Dit is een poppenhuis van een grachtenpand. En die poppenhuizen waren zo kostbaar, even duur als een echt grachtenpand. Dus kan je voorstellen hoe ongelooflijk duur dit was. Er zat ook echt goud in. Fluwelen gordijnen, goudleerbehang, nou, noem het allemaal maar op. Dat was in zo'n poppenhuis te zien. En dit is weer een schilderij van zo'n poppenhuis. En we weten dat de opdrachtgever, Petronella Oortman, heel veel waarde hecht aan het natuurgetrouw weergeven van zo'n poppenhuis, alsof het een echt huis was. Daardoor kunnen we hier best wel goed zien van hoe een huis uit de 17e eeuw er nou precies uitzag. En wat hier opvallend is, en ik hoop dat jullie dat kunnen zien, is deze jongeman hier, een tot slaafgemaakte die daar staat in het interieur van dit poppenhuis. En als je heel goed kijkt, zie je dat deze jongen ook een halsband om heeft.
Hij wordt ook klein afgebeeld. Het zou kunnen zijn dat het een kind was of een jong persoon. Maar het zou ook kunnen dat het ook weer was om de statusverschil aan te geven tussen de eigenaren van dit huis en de tot slaaf gemaakte / bediende, wat het dan officieel was, maar eigenlijk ja, er niet veel verschil was. In deze zaal, met deze prachtige, hele indrukwekkende installatie achter mij, vind je het verhaal van de personage Lokai. En het verhaal van Lokai is het verhaal van een vrouw die heeft gevochten voor haar vrijheid, maar dit heeft moeten bekopen met het afgesneden worden van haar borst. Deze installatie ziet er prachtig uit, maar heeft ook in het midden een hakmes die dat afsnijden van haar borst symboliseert. Het heeft haar toch niet weerhouden om te vluchten voor haar vrijheid en te leven in de bergen. Zij is een inspiratie geweest voor velen op de Bovenwindse eilanden. Dan heb ik het over Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. En die kralen, die blauwe glazen kralen, die werden in de tijd van slavernij gebruikt om de tot slaaf gemaakte uit te betalen. Dus op het eiland van Sint Eustatius, toen zij hun vrijheid kregen, zijn de mensen massaal naar de zee toe gelopen en hebben hun kralen daarin gegooid als een teken van vrijheid. Die kralen die spoelen af en toe nog aan of die worden opgedoken en die zijn ontzettend van waarde, omdat dat natuurlijk heel veel betekende toen de tijd voor de mensen. En nu nog met heel veel eer en respect wordt gedragen voor zij die dat hebben overleefd, die dat hebben meegemaakt, die hebben gestreden voor al onze vrijheid. En ik vind het verhaal van Lokai uit Sint Maarten een verhaal waarvan ik ergens denk, ik zou willen dat ik dit eerder had geweten, omdat dit ook een stukje van mijn geschiedenis vertelt. Ondanks ik geen roots heb op Sint Maarten, vertelt dit ook een stukje van mijn geschiedenis. Dan ben ik hier aangekomen bij het perspectief personage van Opjen. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van de twee schilderijen Marten en Opjen. Nou, die zie je hier achter mij hangen. Dat is een echtpaar dat geschilderd is door Rembrandt hemzelf. En echt ja, een paar jaar geleden met veel onthaal aangekocht door het, onder andere het Rijksmuseum. En echt ja, wordt gezien als de trots van het museum. En maar hier in deze tentoonstelling wordt nu duidelijk dat er ook zeker een keerzijde is aan het verhaal van dit echtpaar. Marten en Opjen die waren suikerproducenten, daar zijn ze ook ontzettend rijk mee geworden. En in Brazilië, waar hun plantages zich bevonden, daar werkten tot slaafgemaakte en die produceerden daar het suiker. En blijkt dus ook dat dit echtpaar tot slaafgemaakte in hun bezit hadden. Dus ja, voor mij, opnieuw, dit geeft gewoon een totaal letterlijk een ander licht schijnt het op. Deze twee schilderijen, waar ik een paar jaar geleden bij was toen ze hier werden opgehangen in het Rijksmuseum. Ja, dat maakt wel ontzettend veel indruk. En dat bewijst maar weer dat achter alles een heel dubbel verhaal is. En die goed is om daar bewust van te zijn. Right. Dus, wat vond je? Heftig, mooi, heel leerzaam. A mixed of emotions, maar absoluut nodig. Absoluut. Ik ben heel blij dat, weet je, het is de eerste keer dat het Nationaal Museum dit doet. En ben ik echt blij omdat dit hier binnen deze muren, nu dat gesprek ook gaande is, dat Nederland zichzelf dit cadeau doet. Ja, ja, mee eens. Ik vond ook het perspectief van het museum die jaren onderzoek heeft gedaan en zelfs eigenlijk allemaal dingen ontdekt hebben over hun eigen collectie. Mm-hmm. Neem Marten en Opjen. Die met groot onthaal werden opgehangen hier een paar jaar geleden. En dat je nu ook echt de donkere kant ziet van die portretten. Ja, het gaf mij echt kippenvel. Ik denk ook echt, voor de kijkers, ga er naartoe toch? Ja, ja. Het is denk ik voor iedereen essentieel om dit te zien. Check daarvoor even de website van het Rijksmuseum. Want je moet een tijdslot reserveren. Maar dat wil je ook, want je wil gewoon rustig tijd hebben om dit allemaal tot je te nemen. Absoluut. Gun het jezelf. En een goede tip, die audiotour. Doe hem erbij. Zeker. Ja. Tot gauw. Tot gauw. Bedankt voor het kijken. Doei doei.